Het is einde verhaal voor het A9 viaduct aan de Keizer Karelweg in Amstelveen. Om ruimte te maken voor de verbreding van de snelweg wordt het meer dan 50 jaar oude viaduct dit weekend gesloopt. Het nieuwe straatbeeld wordt best even wennen. Het is een beetje nostalgisch, want 56, 57 jaar geleden stopte ik hier bij het viaduct op de bus naar mijn werk in Nieuw-Vennep. Dus ik heb dit viaduct zien bouwen. Om het viaduct zo snel mogelijk met de grond gelijk te maken, is de Keizer Karelweg afgesloten en beroep gedaan op de grootste sloopkraan van Nederland. Die is vooral ingezet omdat we op een korte, veilige ruimte hebben en weinig tijd. Dus het moet nu ook echt wel gebeuren. En je ziet dat hij er weinig moeite mee heeft om het 50 jaar oude viaduct in kleine stukken hij bijt er stukken vanaf. De sloopwerkzaamheden veroorzaken veel herrie. Daarom biedt Rijkswaterstaat omwonenden oordopjes of een hotelovernachting aan. Ja, er is best wel veel gebruik gemaakt. Zeker van die oordoppen op maat. Daar is echt meer dan 100 zeker. Inderdaad, de meeste bewoners horen ons vandaag niet aanbellen of zijn er vandoor. En de thuisblijvers, die sluiten zich af van de buitenwereld. Ik denk without the headphone it's quite noisy. But with the headphones, I don't hear any noise. So you're not thinking about going away this weekend? No, I don't have any plans. Probably stay at home. Well, als hier iets vernieuwen of verbeteren, dan komt dat tot overlast. Voor omwonenden die het wel al zat zijn, heeft Rijkswaterstaat goed nieuws. Het gaat eigenlijk boven verwachting snel. We hadden eigenlijk verwacht zondagmiddag 4 uur klaar te zullen zijn. Maar als het blijft gaan zoals het nu gaat, dan zijn we denk ik al wat eerder klaar met de sloop. Is er dan ook een kans dat de weg weer eerder open gaat? Ja, dat denken we nu nog niet, maar dat wordt dan in de loop van het weekend besloten als dat zo is. Maar zoals je ziet, er zit al een behoorlijk stuk van het viaduct is al weg.